Vandaag is een mooie dag, want vandaag mag ik voor het eerst aan de slag met Nintendo Labo. Nou, je weet ongetwijfeld wel wat Labo is. En mocht je het nog niet weten, nou, het is een soort van bouwpakket voor je Nintendo Switch. Je krijgt een kartonnen plaat, daar kan je er wat dingen uitdrukken. Daar kan je iets van vouwen, zoals een auto, een piano of een heel robotpak. Die kan je dan om je Switch heen gaan bouwen en daarmee kan je gaan spelen. Dat kunnen wij doen vanaf eind april, 27 april om precies te zijn. Maar vandaag dus mogen wij voor het eerst aan de slag met Nintendo Labo. Kijken of het leuk is. Nintendo Labo is drie dingen. Het is bouwen, spelen en ontdekken. En je moet natuurlijk altijd bij het begin beginnen. En dat is het bouwen en dat gaan we nu doen. Oké, na het bouwen komt natuurlijk het onderdeel spelen. Lucas en ik hebben allebei een auto gemaakt. We kunnen hem ook gaan sturen. Kijk, er zit ook een klein cameraatje in. Die zit hier op de voorkant van je Joy-Con. Zit een infrarood cameraatje. Kan je een beetje kijken. En dan gaan we natuurlijk nu racen om het kopje en weer terug. Wie het eerst terug is. Dus daar gaan we. 3, 2, 1, go! Ja, natuurlijk is mijn auto zo best wel mooi, maar dat kan natuurlijk veel beter. Kijk, we hebben een karretje hier gekregen met allemaal mooie vreubelspulletjes. Dus pimp my ride! Kijk, dit is hem geworden, mijn auto. Hij heeft googly eyes, hij heeft een brilletje en hij is helemaal bekleed met glitters. Dus nee, dat was leuk. Dit was het bouwonderdeel van Labo. En dan gaan we nu verder naar het spelen. En dat is beneden. Daar hebben ze allemaal verschillende soorten games staan die je kan doen met Labo. Dus dat is wat we nu gaan doen. Lucas Kappen. We gaan nu motorrijden. Ze hebben hier een Nintendo Switch ingebouwd in een Labo. En het ziet er natuurlijk uit als een motorstuur. En je moet hem ook echt, kijk ze al gaan. Je moet ook echt zo gaan sturen. Gas geven en je moet je motor gaan starten. Dus dat is precies wat ik nu ga doen. Even proberen hoe dit werkt. Switch in Labo en motorracen. Let's go! Vroeger, toen ik nog een jaar of 16 was, had ik een scooter. Die ging 120 km per uur. En ja, dan zie je wel, ik heb een beetje geoefend. En dit voelt eigenlijk wel een beetje hetzelfde, eerlijk gezegd. Ik had niet verwacht dat er ook die game, dat die er best wel, nou, dat die er zo goed uit zou zien. Het is eigenlijk gewoon Mario Kart, alleen dan met een motortje. Best wel leuk, omdat je ook echt actief bezig bent. En als je dat zelf ook nog straks moet gaan vouwen, heb je echt je eigen motor gemaakt. Ja, vind je het leuk? Jawel, dit was mijn eerste avontuur als een robot met Labo. Ik ben natuurlijk niet de doelgroep, dat zijn kleine kids. Dus ik was een beetje bang dat ik dit ding in tweeën zou gaan trekken. Maar, ik moet eerlijk zijn, het kan aardig wat hebben. En je kan het dus zo op lengte maken dat papa's ook mee kunnen doen. En ja, eerlijk is eerlijk, het werkt verrassend goed. En het is ook meteen een goede workout. Dus als je straks ineens allemaal slanke papa's ziet, dan weet je misschien waarom. Omdat ze allemaal robots zijn geweest in Labo. Lekker.
Nintendo Labo is leuk. Punt. Ik ben natuurlijk niet de doelgroep. Dat zijn de wat kleinere kids hier achter mij van 4 jaar en ouder. En ik denk dat dit een hele goede manier is voor kids om kennis te maken met videogames. Het voelt ook niet echt aan als een videogame. Het voelt aan als een hele beleving. Dus heel vaak hebben ouders misschien van, oh, ga jij maar lekker een game spelen. Maar dit voelt niet aan als het spelen van een game. Je bent echt creatief bezig. Je bent iets aan het bouwen. En daar komen computergames mee bij om de hoek kijken. Dus je bent, kids worden op een creatieve manier geïntroduceerd bij videogames. En dat vind ik sowieso heel tof. Ik kan ook niet wachten om straks met mijn eigen kleine aan de slag te kunnen gaan met Labo. En ik kan zelf ook meedoen, want het is stevig genoeg. Ik was bang dat ik met het robotpak dat ik dat hele ding uit zijn voegen zou trekken. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Het is stevig genoeg voor mij. Ik pas erin. Nintendo Labo. Het is gewoon leuk.